Twee-factor-authenticatie is natuurlijk een essentieel onderdeel van elk IT-landschap. Met Surf Security biedt Surf een mooi pakket waarmee je veel werk uit handen genomen wordt. Niettemin hebben veel instellingen ook al provisies voor 2FA op hun eigen identity provider geïmplementeerd. Bijvoorbeeld Azure MFA van Microsoft, NetIQ met een eigen app of een tokensysteem van bijvoorbeeld van Vasco. Tot nu toe was het lastig om dat soort systemen te gebruiken met Surf Connect, omdat je dan in veel gevallen alle diensten achter Surf Connect moest beveiligen met de tweede factor en dat is niet altijd wenselijk. Daar hebben we nu een nieuwe oplossing voor, waarbij Surf Connect voor bepaalde diensten door jou te bepalen een seintje mee kan geven aan de identity provider dat voor die dienst een tweede factor gevraagd moet worden. De gebruiker geeft in dat geval zijn tweede factor en wordt alleen ingelogd als hij die factor kan presenteren. Het aardige is dat je hiermee de bestaande tweede factor implementatie op je IDP dus ook kan gebruiken met door jou te selecteren Surf Connect diensten. Wil je meer weten over deze functionaliteit? Kijk dan even op de link hieronder.